Vandaag aan deze 8 kijkers. De grote focusdrinkfabriek bouwen. Ik kreeg hier namelijk een speciale rondleiding. Alleen heb ik het compleet verpest. De fabriek is per ongeluk gesloopt. En nu kunnen alle focusdrinksmaken niet meer gemaakt worden. Kan ik de fabriek redden en zorgen dat alle smaken weer op voorraad zijn? Dit is het moment dat jij op dat duimpje omhoog klikt en abonneert op mijn kanaal. Want anders is de kans dat focusdrink gered gaat worden heel erg klein. Jongens, daar staan we dan in mijn prachtige huisje die ik natuurlijk helemaal zelf heb laten bouwen en zo. We staan hier, er ligt een boekje op tafel, maar laten we eerst even rondkijken wat wij hier allemaal om ons heen hebben. Ik zie dat ik een prachtige keuken heb. Ik zie dat ik hier een soort, ja, simpel woonkamertje heb. Een leuk eettafeltje en als we boven even kijken, daar hebben we helemaal niks. Het is hier dicht zelfs. Laten we gelijk beginnen met het boekje pakken, jongens. Boodschappenlijstje. Boodschappen die gehaald moeten worden. 1 keer een taart, 1 keer een brood, 1 keer een aardappel. 2 keer focusdrink. Tuurlijk moeten we 2 keer focusdrink hebben, jongens. En 1 pompoen. Helemaal duidelijk. Maar met boodschappen, jongens, moeten we natuurlijk wel betalen. Dus laten we... We hebben... natuurlijk hebben we geld in onze prachtige kastjes hier zitten. Laten we dat allemaal even meenemen. Zit er hier ook wat in? Ja, tuurlijk zit hier geld in. Moeten we wel... Ik weet niet waarom ik geld in mijn oven heb gestopt, maar... Soms ben ik ook zo een, hoe noem je dat, een warhoofd, jongens. Oké, ik heb 10 geld bij me. Niet 10 euro, gewoon 10 geld. Laten we even een boodschap doen. Want we wonen hier natuurlijk in een prachtige... Wij... Een Walmart! Dat ben ik! Jongens, wat is dit nou? Oh, wat is dit leuk. Dit vind ik echt geweldig. Dat is mijn... Dit is ooit een fanart geweest van iemand. En dit is by far de beste fanart die ik ooit heb gezien. De Walmart. De Walnootmart. Nu snap ik hem. Walnootmart. Jongens, dit is blijkbaar de wijk waar ik woon. Met een Walnootmart. En voor de rest is er niks in de omgeving. Een speeltuin. Laten we maar snel naar binnen gaan. Via natuurlijk schuifdeuren. Oh, maar deze, wat is dit? Abonneer op Rick voor schatverdamme. Vliegticket naar Egypte. Hé, jongens, daar moet je niet heen gaan. Dan krijg je een heel, dat is een heel andere video, een heel ander verhaal. Kom spelen op mijn server play.contentfame.nl. Groetjes Robin. En focusdrink 1+1 gratis, jongens. Oeh, kijk of we even een deal kunnen krijgen. Want ik moet 2 focusdrink hebben, maar dat is 1+1 gratis. Laten we een karretje meenemen, als dat kan. Ik kan. Wat is dit geweldig, jongens. Ik heb een karretje. Oh my days, ingang. Dit is echt te leuk. Dit is echt te leuk in elkaar gezet. Kijk dit karretje nou. Zo, zetten we mijn karretje heel even hier neer. Hoppakee, zo. Mijn winkelkarretje. Wat moest ik ook weer hebben allemaal? Een taart, brood, aardappel, pompoen en focusdrink. Kan ik dat hier echt... Oeh. Wow, wat een gedetailleerde focusdrink. Wat? Oh my days. Oké, ik wil een paarse wil ik meenemen. Het is niet te geloven. Dit ziet er echt veel te gedetailleerd uit. En ik wil graag een gele. Zo, dan hebben we de forest fruit en de tropical. Dan moest ik nog een taartje hebben. Kan de schuifdeur open? Kan ik het duwen? Wacht, hier zit niks achter hier. Ik heb niks nodig wat hier ligt. Een oh, hier, kijk. Een taartje. Een brood had ik nodig. Wat een geweldige boodschappen dit. Een aardappel had ik ook nodig. Waar kan ik een aardappel vinden? Een aardappel. Huh? Hallo, goeiedag, meneer de medewerker. Hallo. Hallo, hé, hey, waar liggen jullie aardappelen? Daar. Oh, hier, joh. Ik had... Dankjewel. Enorm bedankt. Enorm bedankt. Kijk. Hop, heb ik dan alles? Een pompoen? Die heb ik. Een taart mis ik. Ik mis alleen nog de taart. Ah, kijk. Die hebben we hier. Zo. Nou, dan stoppen we dat allemaal. Gaan we hier... Dus nemen we dat in mijn karretje. Nemen we dat mee. Dan gaan we, jongens. Oh, ik sloop per ongeluk van alles. Zo. Hoppakee. Hallo, ik wil graag afrekenen. Ik heb hier mijn winkelkarretje vol met goederen. Ik heb een focusdrink. Ja. Een aardappel. Nog een focusdrink. Oh, sorry. Een pompoen. Een pompoen, sorry. Een brood, een cake en nog een keer een pompoen. Zo. Zo. Ja. Even uitrekenen. Zal ik mijn karretje even vooruit duwen zo? Dat wordt dan 10 geld. Nou, 10 geld? Ongelooflijk. Ik heb precies 10 geld bij me. Niet 10 euro, maar gewoon 10 geld. Niet te geloven. Dankjewel. Top. Kijk, dan krijg ik allemaal spulletjes natuurlijk weer terug. Hoppa. Hey, enorm bedankt, hè. Ik zal het winkelkarretje terug op zijn plek zetten en dan ga ik er weer vandoor. Ja, fijn dag nog. Joejoe. Het is niet te geloven dit. Kijk nou. Gefeliciteerd, meneer. U hebt het 3000ste flesje Focus gekocht van vandaag. Nee, dan ben je. Het 3000... Van vandaag? Ja, van vandaag alleen al. Zo, die dingen gaan over de toonbank dan. Hè? Maar de 3000 is niet te geloven. Wat win ik? Een gratis tour door de Focusfabriek. Oh mijn god, en ik heb ook precies de 2 zie ik nu van de poster gekocht. En ze zitten ook gewoon... Oh, dat is geweldig. Ik krijg een tour door de Focusfabriek. Ja, dat klopt.
Heb ik wil gelijk gaan. Ik wil gelijk gaan. Ja, mag ik even mijn spullen in mijn huis leggen? Of? Ja, mag voor mij. Ja, ik woon toevallig hier tegenover, hoor. De Focus Fubus! Wow, de Focus Inc. vrachtwagen! Die is net aangekomen hier. Die stond er net nog niet. Zijn jullie hiermee naartoe gekomen? Ja, mijn busje. Wat geweldig. Ik vind het echt leuk. Hey, ik leg even mijn spulletjes binnen. Zo terug, 2 seconden. Jongens, we hebben gewoon het 3000ste flesje van vandaag gekocht. Laten we even in onze kast hier ons eten leggen. En een bloemetje die ik voor een van de reden heb. De Focus Drink wil ik wel mee. Want ik moet wel... Kijk, dat moeten we natuurlijk wel meenemen, jongens. Deze Focus Drink, zo. Oké. Okay. Ik ben helemaal ready om te gaan naar de fabriek, de Focus Inc. fabriek. Ja, stap maar dat dan. Dat is heel fijn. Mag ik hier om ik aan de andere kant in stappen? Doe maar deze kant, wij stappen wel op de andere kant in. Oh, prima. Moet ik, zit ik wel aan de bestuurderskant, hè? Maar ik weet niet of dat erg is. Kan gewoon. Oh, dat kan gewoon, prima. Ja, druk op het knopje als je wil gaan. Ik wil gaan, ik ben helemaal ready. Oh, zijn we er? Ja, oh, God. Daar zijn ik, ben, we dan. Ik vind het oprecht spannend. Ik vind het oprecht heel spannend. Ik vind het echt heel spannend. Hoeft niet hoor, hoeft niet hoor. Nee. Oh my days, jullie hebben zelfs een Focus Drink Fontein. Wat? Ja, wow! Spectaculair, hè? Dit is echt inderdaad, mooi gezegd, spectaculair dit. Jemige. Hier maken jullie Focus Drink? Ja, hier wordt de Focus Drink gemaakt. Wat? Ik vind het echt heel leuk. Dat ziet er mooi uit, man. Wat origineel dat jullie een Focus Drink Fontein hebben aan de voorkant gewoon. Dit is altijd hoe ik het al voor me had gezien, waar Focus Drink werd gemaakt. Gewoon precies zoals dit. Nou, dat is al heel fijn. Daar ben ik heel blij mee dat je dat al dacht. enthousiast. Ja. Maar wat is de bedoeling? Oh god, is dat eigenaar? Wie is dat? Nee. Ja, dit is de manager. Oh, de manager. Oh, ik vind het spannend. Hallo. 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 Ik hoor dat jij 3000ste Focus Flash van vandaag hebt. Ja, en potentieel zelfs de 3000ste en 1. Of 3001ste. Eerste. Ja, 3000ste flesje. Dat ben ik. Mm-hmm. Nou, dan heeft u een rondleiding gewonnen door deze fabriek. JMG, dit is zo gedetailleerd hier allemaal. Wat gaaf. Dit ziet dus... Ik ben helemaal ready. Laat zien, wat hebben jullie te bieden? Wat wil je als eerste zien? Wat hebben jullie? Ik zie dat jullie ten eerste hier echt gewoon natuurlijk een Focus Drink scherm hebben hangen met gewoon... Laat alles zien. Wat is... Waar ben je? Oh, daar ben je. Laat alles maar zien. Maakt niet uit. Ik wil alles weten. Ik wil weten hoe het gemaakt wordt. Ik wil het geheime recept. Nou, geheime recept. Beginnen we daar zo. Op mijn hoofd. Oké, okay, deze kant beginnen we? Ja, want hier zo komt de Focus Drink allemaal uiteindelijk. Oh, maar deze ja, dit is de... waar de Focus Drink in de flesjes wordt gestopt. Wow. Oké, okay, wacht eens even. Dus hier gaat het over de band. Dagen sinds laatste ongeluk, 3. Ja, heel goed, hè? 3? Dat is niet goed. Ik had meer verwacht. Oh, het is wel eigenlijk... Dit is ons record. De record! 3 dagen sinds laatste ongeluk. Nou weet je, het zit goed zo. Laat eens zien wat het is. Hier gaat het over de lopende band, zo te zien. Ja, en hier worden ze gevuld. Er wordt daar gevuld, inderdaad. Oh. Hé, hey, waarom is die leeg? Wat is er met die... Ja, die is nog leeg. Oh, ze komen van deze kant en ze gaan hierheen. Kant, ja. Oh, die is gewoon nog leeg. En dan worden ze hier natuurlijk gevuld. Ah. Ja. Oh, ik zie het. Die zijn ook en, allemaal leeg dan nog. Hier gebeurt eigenlijk de echte magie. Oh, oké, okay, wacht even. Dit is gewoon puur een en al lopende band, dit. Ja, precies. Maar dit is waar de Focus Drink echt gemaakt wordt. Ik heb het gevoel alsof ik in Willy Wonka's zijn fabriek ben. Wat is dit helemaal hier? Ja, die is hier niks bij. Hebben jullie ook Oompa Loompa's of zo hier rondlopen? Of wat is dit? Wat? Nee, die helaas niet. Oh mijn god, jongen. Dit is echt cool. Ja, dit is waar de forest smaak wordt gemaakt. De forest? Dit lijkt op de original. Of het is de original. Nee, de original is dit. Ik kan het zeggen. Dit is kijk, in ieder geval de blauwe. Zo'n goede Focus Drink kennen ben ik. En dat ik weet dat het de original is. Oh, maar deze. Ja, hier okay. Hebben we ook de Focus Drink. Oh, dit is de smaak. Dit is zeg maar... Ja, dit is inderdaad de smaak. Ja, hierboven is nog wat leuk verstopt, maar dat is eigenlijk... mag je niet zomaar naartoe? Dat is niet voor de rondleiding. Nee, dat is niet voor de rondleiding inderdaad. Oké, okay. Wat nog meer? De toiletten! Ah, ja, de kijk. Toiletten die zijn erg belangrijk voor de werknemers in ieder geval. Mm-hmm. Vraag me af waar die ongelukken dan gebeuren. Als we het vierde betreden op eigen risico. Ah, misschien hier. Dat hier dan de ongelukken gebeuren. Ja, en als we dan... Goed. Hallo. Ja? Ja, als we deze kant op lopen, dan hebben we hier de controlekamer. Smaak van het jaar 2022. 750.000 flesjes verkocht. Beste drankje 2023. Focus Drink 500k flesjes verkocht. Wanden 300k. Natuurlijk wanden 300k. Goed zo, jongens. Oké, okay, wat hebben we nog weer? Wat is dit? Oh. Nou, we wilden eigenlijk iets speciaals geven. Niet alleen de rondleiding. Ja. Dus, omdat we weer te weinig Focus Drink hebben, moeten we de fabriek opnieuw starten. Ja. Dus hiermee kunnen we de machine starten. En dat mag jij doen.
Ik mag de machine starten. Wat heel, heel belangrijk is, ja, is er maar één keer overhalen. Als je hem twee keer overhaalt, hebben we een heel groot probleem. Is dat... Dus maar één keer? Eén keer. Niet twee keer, niet drie keer. Één keer. Dat is wel een hele moeilijke taal. Ik ga doen. Komt, mag ik het doen? En dan start ik de fabriek. Dan gaat alles aan de slag. Ja, dan gaat alles aan de slag. Zolang je maar één keer overhaalt. Eén keer. Prima, dan komt hij. Dat deed ik niet! Wat doe je dat nou, deed man? Ik niet! Ik zei... Oh nee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? De fabriek gaat leeg, jongens! Nee! Oh my days! Alles stroomt leeg! Nee, de fontein gaat zelfs uit! Nee, alles is leeg! Ja, nu heb je hem kapot gemaakt. Jongens, het spijt me, dat deed ik niet expres! Ik deed het niet expres! Ik klikte maar één keer, maar hij schoot terug. Ik deed het echt niet. Dit is echt een heel, heel groot probleem. Nee, ik deed het maar één keer... Wat is er gebeurd? Ik zag al, alles is leeg. Ik hoorde van alles gebeuren. Maar goed, dit kunnen we fixen. Wat was dat? Vervangen. Ja? Ik moet de eigenaar bellen. Ik moet dingen gaan regelen. Ik ben weg. Beneden, in de kelder, liggen spullen. Succes. Moet ik dit nou gewoon oplossen? Jongens, ik heb ik haalde maar één keer over, maar hij schoot serieus. Ik beloof het, hij schoot uit zichzelf terug. En toen zagen we dat alles in één keer helemaal aan stront ging. Alle dingen... Ik heb de hele fabriek verpest. Oh jee. Ik moet de stoppen regelen, jongens. Ik moet naar beneden en dan... Ik moet het oplossen. Dit gaan we gelijk oplossen. Reserve stoppen. Rode stop. Op opslag zolder. Huh? Oké, die nemen we mee. Wat is dit? Is leeg. En laten we even overal kijken wat we hier kunnen vinden. Oh, jongens. Ik heb het helemaal verpest. Ik heb het helemaal verpest. Dit is mijn schuld. Ik krijg een rondleiding en gelijk gaat het fout. Oh, jongens. En we hebben hier nog de vrachtwagensleutel. Ah, die gaan we meenemen. Vrachtwagensleutel. Doe ik mijn focusding hier even weg, dat het niet onduidelijk wordt, zo. En dan moeten we nu naar de stop op opslag zolder. We moeten de stoppen fixen op de zolder. Ik weet niet waarom die helemaal daar zitten. Dat is op zich wel ook wel een logische plek. Hallo, goeiedag meneer de bewaker. Hallo. Wat kom je hier doen? Ik kom de stoppen. Er is waarschijnlijk een stop, iets met... hier, kijk, ik heb hem bij me. Die kom ik even regelen. Ik ben blijkbaar nu elektricien. Oké, okay, ja, maar waar wil je dat doen dan? Op zolder. Is dat deze route? Nou, je mag hier alleen maar in als je... Want ik heb een beetje honger. Je mag hier alleen maar in als je me een koekje geeft en zo. Dus... Als ik jou een koekje geef, mag ik hierin? Ja, ik heb honger. Ik sta hier al de hele dag. En zo. Oh, mijn deze. Ik ga een koekje regelen. Komt helemaal goed. Prima. Oh, mijn god, jongens. Kijk, hierboven. Hier hoort normaal over heerlijke focusing doorheen te stromen. Maar dat staat gewoon leeg. Dat is droog. Dat heb ik gedaan. Ik ga een koekje regelen. We gaan dit zo snel mogelijk oplossen, jongens. Maar waar ga ik een koekje regelen? Hallo. Oh, mijn god. Hier zijn alle pallets. Hallo. Hallo. Kom even koekjes zoeken, tussen al deze pelletjes. Die in de fabriek liggen, wegens veiligheidsredenen. Oh, waar liggen er, waar kan koekjes vinden? Nou, ik zou even nadenken, waar haal je normaal koekjes? Ja, gewoon bij de bakker of in de koekla, maar ik weet niet, het is zo groot hier, waar is de koekla? Ik zou bij de supermarkt kijken. Moet ik naar de supermarkt? Ik heb de vrachtwagen gesloten. Komt goed. Oké, jongens, laten we die kant op gaan. We hebben hier de route terug, we kunnen betreden op eigen risico. Ja, ik ga er toch wel stiekem onderdoor lopen. Als moet ik helemaal via die andere kamer. Oh, maar deze jongens. We kunnen even met de vrachtwagen langs de supermarkt. Maar we kunnen ook kijken wat hier allemaal nog meer is aan deze kant. Wat is dit? Een statiegeldbon kan worden ingeruild bij de supermarkt. Statiegeld, een bon voor... Oh, wacht eens even. Kan ik deze leeg? Hier, wacht. Statiegeld. Dat je wel dat je er lege flesjes in stopt. Ja, ik heb nu nog volle flesjes. Ik heb lege flesjes nodig. Komt goed. Hebben jullie hier lege flesjes? Of moet ik die... Ja, meestal komen die uit de vrachtwagens terug van de... Van de winkels en zo. Ah, maar... Kijk even over bij de pallets hier. Is dat ik wat hier kan vinden? Ja, top. We hebben natuurlijk wel geld nodig. Anders kunnen we niet koekjes kopen in de supermarkt. Dus laten we heel even hier door de... Oh, het is een doolhof van pallets dit. Het is ongelooflijk. Het is een doolhof van pallets. Laten we even kijken of we wat lege kunnen vinden. Dit is dus niks hier. Want dan kunnen we de lege pakken. Dan kunnen we statiegeld krijgen. En daarmee hebben we geld om koekjes te kopen. Voor de bewaker die me er alleen doorlaat als ik koekjes aan hem geef. Maar het is een mega doolhof dit. Wacht even hoor, ik heb het gevoel dat ik nu goed ga. Ik heb het gevoel dat ik nu goed ga. Hierheen. Ik moet naar de vrachtwagens die met lege flesjes terugkomen. Maar waar? Oh, kijk, hier is de vrachtwagen. Oh my, deze, dit is gewoon zo'n in- en uitlaatding. Zijn hier ook lege flesjes? Leeg flesje, leeg flesje, leeg flesje. En hier, leeg, leeg. Ja, daar kunnen we statiegeld voor. Oh, die moeten we even bewaren, deze. Hier kunnen we statiegeld uit krijgen. Jongens, dit is top. Is er nog meer hier? Leeg, leeg, leeg. Zit er onder ook nog meer? Nee, dit zijn de alle lege flesjes die ik nodig had, denk ik. Die gaan we meenemen. Dan gaan we statiegeld gaan we claimen. Dus je kan natuurlijk daadwerkelijk op focusdrink statiegeld krijgen, jongens. En dan hebben we geld om koekjes te halen voor onze meneer de bewaker. Als ik ooit nog uit de doolhof kom, op zijn minst. Ja, we zijn eruit, hè? Oké, laten we dan naar het statiegeld lopen. Oppassen dat we niet in de machine lopen. Want dan zie ik het wel weer gebeuren dat het ongeluk van 3 naar 0 gaat dagen.
Oké, statiegeld 1 voor 1 invoeren. Ik denk dat het hier moet zo. Hoppakee. Ah, kijk, wat is dit? Statiegeldbon. Oh, kijk, dat zijn bonnetjes. Dan gooien we die erin. Gooien we die erin. Zo. Kijk, dan krijgen we een nieuwe. Hoppakee. Gooien we dit erin. Ze moeten er echt 1 voor 1 in, anders gaat het fout. Ik had nooit gedacht dat ik in Minecraft statiegeld zou regelen zoals dit. Hele unieke Minecraft-ervaring dit. Oh jee. Huh? Is het op? Oh jee. Volgens mij is het op. Statiegeld. Volgens mij moet ik dat hierin doen dan, of niet? Nee. Statiegeldbon. Wat moet ik ook weer met... Volgens mij kan je dat hier gewoon in doen. Ik weet het niet. Ik ben vergeten hoe dit werkt, jongens. Ik ben vergeten hoe statiegeld werkt. Kan ik dat bij de supermarkt dan regelen? Shop. Je hebt een focusdrink shop. Wacht even, hoor. Oh, maar deze. Je kan je focusdrink... Dit is een soort van... Oh, focusdrink shirt. 5 euro. Oh, maar deze. Je kan shirtjes kopen. Wat leuk. Dit vind ik heel leuk. Kan ik u helpen? Ja, sorry. Wat moet ik... Oké, heel lelijk domme vraag misschien. Want dan moet ik ook weer met statiegeldbonnetjes... Ja, die kan je inleveren bij een supermarkt voor geld. Ja, bij de supermarkt wel. Ja, dat dacht ik al. Ik was helemaal in de war. Sorry. Dankjewel. Oké, jongens. Laten we met de vrachtwagensleutels even de vrachtwagen besturen. Vervolgens teruggaan naar de supermarkt. Koekjes halen. En dan vervolgens weer teruggaan. Omdat dan mag ik langs die bewaker. Terwijl hun fabriek ligt stil, hè. Kijk dan. Alles staat leeg en zo. En dan moet ik het allemaal oplossen. Ze hebben genoeg medewerkers, zou je zeggen. Dan gaan we starten. Gaan zitten. Zo. En dan starten we de auto. Burp. Huh? Deur openen. Oh, ik heb de deur geopend. Wacht even hoor. Dat was niet de bedoeling. Ik heb de deur geopend. Wat? Gouden ladder. Nee, kijk jongens, hier moet ik helemaal nog niet zijn. Ik moet hier helemaal nog niet zijn. Hè? Nee. Wacht, dit is dus zo'n hele andere... Dit is iets... Wacht, ik ga te hard verstapelen. Ik loop te hard verstapel nu. Ik moet niet met de vrachtwagen naar de winkel. Ik moet later moet ik pas deze deur openen om ergens heen te gaan. Maar hoe kom ik dan naar koekjes? Hoe kom ik weer terug in de winkel? Misschien verkopen ze koekjes in de shop. Dan gaat de belletje, dus dan komt er waarschijnlijk een medewerker elk moment aan. Of niet? Hallo? Hallo? Oh, kijk, daar heb je drone. Sorry. Hey, sorry dat ik weer ben. Verkopen jullie ook koekjes? Nee. Is er een snelle manier hoe ik bij de supermarkt komen? Niet vanaf hier? Zou ik even moeten nadenken. Ik denk dat misschien een van de werknemers een auto heeft. Oeh. Maar dan zul je iemand moeten vinden, want ik heb er geen. Komt goed. Ik ga het regelen. Pardon, meneer! Hallo, meneer! Ja! Hoi, Ja? Kunt u mij naar een dichtstbijzijnde winkel brengen? Ja. Oh, top, dankjewel. Laten we gaan. Ja? Ja, hallo, ik ben Max trouwens aangenaam. Sorry voordat ik je overviel zoals dit. Ik dacht al dat ik daar wat zag staan net. Is dat uw busje? Ja, dat is mijn busje. Wat doet u hier? Nou, werken. U bent werknemer hier of zo? Wat is je nou, ik test even. Ik ben nu bezig met een focus drinks maken aan het ontwikkelen en aan het testen. Ah, oké. Ja, nou hier... Oké, laten we gaan. Ja, hier. Oh. Top, we zijn er. Yes. Ah, kijk, dit is handig. Kan ik, als je hier even op me wacht, dan haal ik even wat koekjes en dan kunnen we terug, oké? Ja. Kijk, jongens, dit was het busje. Nu zijn we weer bij de walnootmarkt, zijn we. Kunnen we hier naar binnen? Kunnen we weer... Nou, weet je, ik heb voor een koekje hoef ik niet een heel winkelkarretje mee. Of één koekje hoef ik alleen te hebben. Hey, dat ding is erbij gevuld, dus schappen. Goeiedag, ik wil graag één koekje. Ja, dat wordt dan 6 staatsgeldflesje... 6 statiegeldbonnen. 6 statiegeldbonnen, dat heb ik. Ik heb er 7 zelfs, maar je krijgt er 6. Zo. Yes, dankjewel. Kijk, dan heb ik een koekje terug. Dankjewel. Oh, dit is een hele missie, allemaal een koekje. Wat een gezeik allemaal. Vliegticket naar Egypte. Dat is van een andere video, jongens. Dat is een oude video dat ik naar Egypte zou gaan en toen was ik gecrashed. Niet doen. Niet met deze piloot mee vliegen. Laten we teruggaan naar de focus drink tester. Of de smaakmaker, weet ik veel. Hallo, ik ben klaar om terug te gaan. Ja, kom. Top, let's go. Zo, daar zijn we. Hey, ja. Enorm bedankt. Dat ik echt, want ik moet, zoals je ziet zitten, fabriek die staat droog en weet ik wat allemaal, dat moet ik allemaal regelen. Ja, hoe komt het eigenlijk? Ik moest een hendel overhalen en je zou zeggen heel simpel, maar ik hield hem over en hij schoot terug en ineens staat alles droog. Schoot hij terug of hij schoot gewoon 2 keer nee, over? Nee, ik beloof het, hij schoot terug. Oké. Okay. Nee, echt, waarom gelooft niemand? Dankjewel meneer. Wat is je naam? Mijn naam is David. David, top. Kijk, dan gaan we dat onthouden. Dankjewel meneer, misschien zie ik je nog wel. Ik moet de andere kant op. Oh nee, kan ook deze kant op. Dan rennen we door de fabriek, jongens. Springen we over de focusdrinkflesjes. Dan komen we hier een focusdrinkwerknemer tegen. Meneer de bewaker. Het is niet te geloven wat een avontuur ik heb moeten beleven. Maar ik heb een koekje voor je. Dankjewel. Ik heb echt honger. Mag ik door nu? Oh, zo. Dat is lekker. Ja, hè? Dat is een lekker koekje. Mag ik door? Ja, prima. Oh, dankjewel. Enorm bedankt. Oké, we zijn hier nu in het soort van kantoorgebied gekomen. Ik denk dat daarboven zullen wel de stoppen zijn waar ik heen moet. Dus laten we gelijk die kant op lopen. Wat is dit? De focusbaas. Oh jee. Wie is dit? Kantoor.
En wat is dit? Hé, hey, dit is Roy! Roy owner! Dit is Roy's pasje, jongens. Wat is dit? Kantoor en lab keycard. Ah, kijk, en Roy is natuurlijk gewoon een gast die ook gewoon naar Walnut aan het kijken is, hè, jongens. Zelfs Roy is gewoon, de eigenaar van Focus Link is gewoon naar Walnut aan het kijken. Terwijl die hier op bij zijn Focus Link bedrijf zit. Hij is niet eens geabonneerd! Roy! Hoe durf je? Je bent niet eens geabonneerd. Oké, maar laten we snel doorgaan. Hey, hier zijn helemaal de stoppen niet. Huh? Waar moet ik dan heen? Wacht even hoor. Waar is de... Hoe noem je dat? De meterkast. Dat woord zocht ik de hele tijd. Waar is de meterkast? Is dat hier? Oh, dus het toilet. Het zou heel ongemakkelijk zijn als er iemand op zat. waar is de meterkast? Meneer de Baker. Ja. Waar kan ik de meterkast vinden? Jij denkt dat hier een meterkast in staat in het kantoor. Ja! Waar de... Ja! Dat is het kantoor van de baas. Er staat helemaal geen meterkast. Oh, waar is de zolder? De zolder? Ja. Oh, dat gaat hij aanvragen. Oh, wat zolder. Is het? Ja? Ja, die is niet hier. Dit zijn de kantoren hier. Wat heb ik dan een koekje voor gehaald? Ik moet hier helemaal niet zijn. Waarom heb ik dan een koekje gehaald? Ja, ik heb honger. Oh mijn god. Laat ik weet niet waarom jij hier moet zijn. Ja, ik dacht dat ik hier moest zijn. Waar is de zolder? De zolder, ja, die. Ik zal het allemaal even laten zien. Jee, ongelooflijk. Heb ik een heel koekje gehaald, maar ik dacht dat ik daarheen moest. Is de zolder daar niet eens. Dus dat komt niet te geloven. Hallo? Is dat gefixt? Nee, ik ben druk bezig. Ik heb met Roy gebeld. En, ja? We hebben heel hard focus drink nodig, dus het ja, is snel. Komt goed, ik ga het regelen. Als, zeg maar dat als hij geabonneerd is, dat ik het op heb gelost. Zo, daar gaan we. Hier deze kant op? Is hier, zie je de zolder? Ja, hierboven is de zolder. Oh, ongelooflijk. Daar staan nog een paar dingen. Maar je hebt de stoppen nodig, toch? Ja. Ja, heb je al in de kelder gekeken, daaronder? Ja, rode bij de stoppenkamer. Stop. Rode stop op opslag zolder. Oh ja, maar dan heb je alleen de rode stop. Ja. Je hebt ze wel allemaal nodig. Ik heb meer dan dit nodig. We hebben 5 kleuren, weet je wel. 5 smaken. Hier. Oh, jammer. Oh, mijn god, ik snap het. Maar dus dit is in elk geval de opslagzolder als je die nodig hebt. Oké, kan ik er vast heen? Hoe kom ik daar? Ja. Ik ben er nooit geweest. Ik zoek wel een manier hoe ik daar boven kan komen. Komt helemaal goed. Oké, jongens. We zijn er dus achter. We hebben voor elke kleur hebben we een ding nodig. Een, hoe noem je dat? Een rode stopopslag. Dus we hebben voor elke kleur, we hebben rood, blauw, geel, oranje en paars nodig. Dus 5 verschillende... Stop, laten we vast naar boven gaan. Even kijken hoe we daar kunnen komen. Ik denk als ik deze route hier volg, dat ik de boom dan op kan en dan daarheen kan. Zou betekenen dat ik hier doorheen moet kruipen. Dan moet ik over de loopband. Oh, er gaat echt een ongeluk gebeuren. Wacht even, voor eens hierheen. Kan ik hier dan opklimmen? Nee, kijk, want hier pas ik niet tussendoor. Dus dan moet ik er ergens anders op. Moet ik er hier opklimmen. En dat is vanaf... Nee! Wat dolf dit. Wacht even hoor. Daar erop klimmen. Dus hier erop. Kijk jongens, het gaat goed hoor, let op. Ik moet een beetje parcouren. Zo, dan hier erop. Dan klimmen we hier omhoog. Gaan we over de rode flesjes heen. Om vervolgens hier naartoe te parcouren. Dan hier zo naar beneden. Dan kruipen we door de kruipruimte van de loopband. Waarschijnlijk moeten we dit nog een paar keer gaan doen. Omdat we natuurlijk alle flesjes dan nodig hebben. Voor alle kleuren. Maar we kunnen op zijn minst beginnen met rood. En dan kunnen we even kijken wat nou ons specifieke doel is. Kijk, dan kunnen we hierheen klimmen. Over de bomen heen. Ik heb echt verwacht dat er zometeen nog Oompa Loompas ergens gaan komen, jongens. Het is echt een Willy Wonka fabriek, dit. Zo. Hoppakee. Hierheen. Hier. Oh, oké. Wat is dit? Barrel. Wat hebben we hier nodig? Rode stop, die ligt hier. Ik snap wat ik moet doen. Nu snap ik het, jongens. Ik ben echt ook af en toe zo een idioot. En dan weet ik gewoon, denk ik dat hier de stoppenkast is. Vond ik het al een rare plek. Maar die dingen... Deze dingen, rode stop, ligt op de opslagzolder. Dus die papiertjes vertellen mij waar de stoppen liggen. Ik heb nu de rode stop, helemaal prima. Die hebben we gevonden. Dan moet ik nu nog de dinges vinden. De blauwe, de rode. Die hebben we natuurlijk... Ja, ik zei het net al. Jullie weten, gaan we. Zo. Af en toe is het ook moeilijk om te begrijpen, sommige dingen. Maar dat ligt aan mij. Oké, dan hebben we de rode in ieder geval gevonden. Laten we kijken of we hier in de blauwe ruimte... een boekje kunnen vinden voor de blauwe. Misschien dat die overal en nergens verspreid liggen. Het is een soort zoektocht geworden op het moment. Hallo, jullie zijn pauze. Wat? Ik ga niet eens vragen wat er met jou aan de hand is. Laten we kijken of we de toiletten ding kunnen vinden. Misschien heeft iemand hier in de toiletten dingen achtergelaten. Misschien boekjes of papiertjes of zo, weet je. Want die kunnen overal en nergens liggen natuurlijk. We moeten wel alles checken. Dat is het hele idee. Nee, hier ligt niks. Hey, een geheime kamer, jongens. Waar gaat het heen? Een geheime ruimte. Oh, dit komt... Laat maar, dit is geen geheime ruimte. Dit is gewoon dit. Maar ik heb het gevoel dat ik in de blauwe ruimte... Dus in de ruimte van de original... Dat ik hier de stop of het papier kan vinden... Waar ik de stop kan vinden van de original smaak. Maar waar? En of dat is niet zo, hoor. Dat kan ook gewoon... Nee, het is waarschijnlijk niet zo. Ik denk dat dat wel mijn doel is. Dat ik die overal nergens kan vinden. Hallo. Goeiedag. Die komt hier vanaf. Wat is dit?
Geen toegang voor onbevoegden. Dit is het lab. Maar ik weet waar de labsleutel is. Ik weet het. Maar ik hoef het lab nog niet in, jongens. Ik hoef het lab nog niet in. Mensen zijn allemaal hard aan het werk hier met de focusdrink flesjes en zo. Alleen ja, alles ligt eruit. Het is mijn probleem. Mijn fout. Oh, nu snap ik het, jongens. Kijk, de rode stop. Die moet natuurlijk hier. Hoppakee. Kijk. En dan doet rood doet het weer. Natuurlijk, nu snap ik het. Kijk, ik ben goed bezig. Zag je dat? Ik ben alles aan het regelen. Ik heb de rode smaak zo weer druk op gang. Dus jullie kunnen weer... wat is het? Jullie kunnen weer aardbei framboos maken. Ik moet even nadenken. Jullie kunnen weer aardbei framboos. Die kunnen gewoon weer gemaakt worden. Ja, dat mag dus dat, duren, dat ja. Ja, mag even duren. Hey, dat ik dit moet doen, hè. Ik mocht een rondleiding krijgen. Vervolgens zetten jullie me hard aan het werk. Oké, okay, laten we even kijken wat hier allemaal is, jongens. Hierboven, wat is dit? Wat maakt focusdrink een verantwoordelijke functional drink? Oh, onze smaken zijn... Oh, dit staat volgens mij... Dit staat ergens. Volgens mij achter op een flesje of zo. Even kijken of we alles kunnen vinden, jongens. Want ik heb wel echt die boekjes nodig, die papiertjes. Het geheime recept voor focusdrink. Geen cafeïne nodig, geen taurine nodig. Dat klopt, dat is inderdaad waar, jongens. Hé, hey, wat is dit? Ah, schatkaart. Die gaan we meenemen. Start bij het diamondblok in de blauwe focustuin. Oh, kijk jongens. Kijk. Dit is wat we zochten. Een clue om onze blauwe, of om onze original smaak te vinden. We hebben de stop van de original nodig. Het diamondblok. Waar is een diamondblok? Even kijken hoor. Dit is de blauwe focustuin. Dat was het, denk ik, dat dit de blauwe focustuin is. A few moments later. Oké, jongens, ik heb lopen zoeken. Maar ik heb nog niks gevonden. Dus we houden deze even in ons achterzak. Hier helemaal rechts stoppen we hem. En dan de sleutels, die houden we wel nog even bij ons. Maar die komen we later op terug. Laten we eerst even naar het kantoor van Roy en zo gaan kijken of we daar misschien wat dingen kunnen vinden. Dat is de enige plek waar ik echt nog niet goed gezocht heb. Goeiedag, mag ik alsjeblieft... Ik mag nu wel gewoon door, neem ik aan, hè? Of niet nog een koekje halen? Nou, ik heb eigenlijk nog wel een beetje honger, dus mag ik nou, een taartje? Nou, ja, maar lekker zelf. Ik ga gewoon lekker... Nee. Meneer, alsjeblieft. Oké, maar als je zo meteen dan een taartje voor me... Ik haal zo meteen ook een koekje voor je, oké? Nee, een taartje. Een taartje? Komt helemaal goed. Dat ga ik regelen. Oké, jongens, laten we... Oh, papier. Oh, jammer. Ik dacht dat dit het was. Ik dacht, ik heb hem. Ik denk, ik heb hem. Oh, maar niet. Papier. Hopelijk vinden we snel de volgende clue. Een blauwe stop. Gewoon zomaar weer random gevonden, jongens. En één keer een blauwe stop die hierin zat. Het is niet te geloven. Hij zat gewoon hier in een dinges. Waarom zit hij nou in deze ruimte hier? Dat maakt niet uit. We hebben hem gevonden. In de toiletten misschien ook nog eentje verstopt. Nee, gaan we toch even stiekem hierboven bij Roy's kantoor kijken. Of we hier dingen kunnen vinden. Ik heb één stop hier gevonden. Meer niet. Dus ik denk dat dat het dan ook wel is. Laten we die in ieder geval op gang brengen. De blauwe stop. Daar komt hij, jongens. 1, 2. Hoppakee. Kijk, daar gaat de original smaak. Ook weer in zijn werking en doet de fontein het gelukkig ook weer. Beter. Veel beter. Oké, nu nog de mango limoen, tropical en forest fruit. Gaan we regelen. Laten we dan heel even kijken of wij de sleutel, de keycard, mee kunnen nemen van Roy. Wow, ik zei niks, hallo. Zo, die kunnen wij vast wel meenemen. Die gaan we vast stiekem stelen. Hier, de keycard van Roy. Je ziet ook echt zo'n Minecraft-skin erop staan. Wat goed. Zo, oké. Kantoor en lab keycard. Dat gaan we meenemen. Maar van kantoor? Ik heb alleen het kantoor nog niet gevonden. Oh, dat is waarschijnlijk hierboven gewoon natuurlijk de keycard. Dat hij daarboven bij die security guard door mag. Oké, de enige ruimte waar ik nog niet geweest ben is deze hier. En ik weet niet wat hier te doen is. Oh, krijg nou wat, jongens. Dit is de tropical omgeving. Hier zijn we helemaal nog niet geweest. Wow, hier wordt de tropical smaak gemaakt. Oh my days, wat gaaf. Deze hele ruimte ben ik gewoon nog niet geweest. Wauw. Misschien, ik denk dat ik hier ook wel wat kan vinden. Maar misschien ook niet. Kijk, hier loopt ook de original smaak bovenlangs. Gaaf. Ziet er goed uit. Kijk, maar ik kan hier nergens op parcouren of zo. Dus laten we dit nog maar heel even achter ons. Laten we stiekem het lab ingaan. Of nou, stiekem, we gaan er gewoon heen. We doen alsof ze hier werken. Gewoon, komt-ie. De deuren gaan ook gewoon open, omdat ik het ding in mijn handen heb. Het is niet te geloven. Vandaag hey, Oh. Doe jij hier? Goeiedag. Ja, ik moest even wat zoeken. Hier. En stop. Mogelijk. Ik heb hier geen stop, hoor. Je hebt hier geen stoppen liggen? Nou, zover ik weet niet. Oh, dan ga ik er weer vandoor. Zijn we ja, nou, ik heb even nog even hulp nodig. Oh, je hebt mijn hulp nodig. Ja, wat is er aan de hand? Nou, ik ben dus bezig met zo'n nieuwe smaak maken. Focus maken. Oh, je gaat ze combineren, oké. Ja, alleen ik kan alle dingen niet echt vinden. Oh, moet ik ook nog voor jou dingen gaan zoeken? Ja, ja. Ja, weet je, jij hebt me naar de supermarkt gebracht, dan vind ik het helemaal prima. Dan doen we dat. Dan vind ik het helemaal goed. Zeg maar wat ik moet doen. Ja, nou, je zoekt gewoon wat dingen. Ik heb wat nodig. Ik weet, niet, ja, ik weet nog niet precies wat. Het recept ben ik volgens mij kwijtgeraakt ergens in de fabriek. Ja. Maar als je dat hebt gevonden, dan kan je het hierin gooien. En dan zullen we de nieuwe smaak maken. Helemaal prima. Het is een geheim recept. Wat je moet... Oh, kom maar goed. Kom maar goed. Kan je dat even open doen? Of... Hoe ben je binnengekomen? Ja, iemand liet me binnen. Hmm. Top, dankjewel. Enorm bedankt. Oké.
Oké, jongens, dan hebben we dat dus blijkbaar ook nodig. Gaan we goed op letten of we dat kunnen vinden. Oh nee, er gaat weer iemand aankomen. Het was een vals alarm, ik hoef hier niet te zijn. Oké, jongens, ik heb in die ruimte net, waar ik, nou, althans die boven ergens, zag ik een boekje met een recept. Misschien dat hij dat nodig heeft. Hier, kijk dit. Appel, passievrucht, sinaasappel, ananas. Ik denk dat hij deze nodig heeft. Focus drink, tropical. Hè? Nee, dit is gewoon de tropical smaak. Misschien heeft hij er wel wat aan. Kunnen het even meenemen. Hallo, heb je wat aan Focus drink tropical, aan het recept daarvan? Yes, die is perfect. Ja, die is perfect. Ik heb hem ook hierop gebaseerd. Ja, oh, kijk, top. Jij kan hem gewoon bijhouden, want jij gaat deze dingen voor me zoeken. Oh, dit moet ik zoeken voor jou allemaal. Al deze dingen, appels, passievrucht, sinaasappel, dat moet ik allemaal zoeken? Ja. Oké, dat komt goed, gaan we regelen. Yes, dankjewel. Oké, jongens, dan gaan we het even allemaal op een rijtje zetten. En mijn editor gaat me even helpen. Wat wij inmiddels nodig hebben is 2 appels. We hebben een passievrucht nodig, 3 sinaasappels, een ananas, vitamine B3, vitamine B5. We hebben geen cafeïne nodig, we hebben geen taurine nodig. We hebben ook nog een paarse stop nodig. We hebben ook nog een gele stop nodig en een oranje stop. En dan weet ik niet wat er gaat gebeuren, maar dan doet de fabriek het weer en hebben we een nieuwe smaak ontwikkeld. Maar laten we dan al die dingen eerst even vinden. En waar ik dat ga doen, dat is nog echt een hele grote vraag. Kijk, zelfs de werknemers hierachter zijn niet eens op mij geabonneerd, jongens. Dit is wel echt dringend. Het is belangrijk dat je geabonneerd hebt, op zijn minst als je deze video kijkt. Want dat is wel een kleine verplichting, al zeg ik het zelf. Misschien kunnen we hier weer even overheen parcouren. Zo, pas op dat ze het niet zien. Volgens mij heeft hij die door. Even kijken wat we allemaal nog meer kunnen vinden. Dit is hoe die ongelukken ontstaan. Wat ik nu aan het doen ben. Dit is de reden. Hey, kijk uit. Ik kijk uit. Hey, ik zie een chocobox hier, jongens, in de tropical kamer. Met een appel! Hey, dat is het eerste wat ik nodig heb. Een appel. Ik heb 2 appels nodig. Oh, waarschijnlijk ga ik op deze manier passievrucht. Ik ga natuurlijk in de Focus Drink Tropical ingrediënten ga ik allemaal in deze ruimte vinden. Maar het ding is, de chocoboxen zijn allemaal geel. En alles hier is geel. Dus dit wordt nog een behoorlijk klusje om alles te gaan vinden. Oh, kijk, hier hebben we er weer één. Een sinaasappel. We hebben nog ananas en de vitamine dingetjes nodig. En die gaan we allemaal, denk ik, in deze ruimte vinden. Dat lijkt mij logisch, want ja, je wil natuurlijk het recept hebben van de tropical smaak. Dan kunnen we alle ingrediënten vinden, vitamine B3, in de tropical ruimte. Dit is zo oprecht, dit is zo leuk in elkaar gezet, jongens. Het is niet te geloven. Ik ben zo aan het genieten gewoon van alles wat er om me heen gebeurt. Oeh, kijk, hier is weer eens iets. Hoppakee, een appeltje. Dan heb ik volgens mij nog 1 ananas nodig en een vitamine dingetje. Wacht, sleutels doen we even weg, zo. Een ananas en een sinaasappel en vitamine. Dus we missen nog wel wat ingrediënten. Maar waar? Maar waar, oh waar? Ah, hier. Vitamine hebben we gevonden. Helemaal top. Dan missen we nog een sinaasappel en een ananas. Hier is de sinaasappel. Oh, waar ga ik de ananas vinden? De ananas is ook echt de laatste. Oh, hier is de ananas. Oké, let's go. We hebben alles, jongens. We hebben de ingrediënten voor de nieuwe smaak. Althans, hij had hem gepasseerd op de tropical, dus ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Jullie wachten me echt net, dat stiekem op of zo. Meneer de smaakmaker, ik heb voor jou een ananas. Of moet ik het echt zelf verstoppen? Ja, nee, jij mag het zelf doen. Oh, aan mij de eer. Mag ik het hier eens stoppen? Ja, nou, ik weet niet zeker of het gaat werken. Hij zit echt al een heel lange tijd verstopt, dus ik hoop echt dat je niet al die tijd voor niks hebt besteed. Ik ga mijn best doen. Probeer het maar. Probeer het maar. Die? Oh, ik ga ze erin stoppen. De ananas. Ik ga ze zelfs in een goede volgorde instoppen. 2 appels. Dan 1 passievrucht, dan 3 sinaasappels. 1, 2, 3. Oh, je ziet hem. Ja, hij begint te vullen, hoor. Het ziet er goed uit. Ja. Een ananas, vitamine B3 en vitamine B5. Hoppakee, ik heb alles erin gestopt. Hij staat helemaal vol. En? En? Ja. En? Misschien. Oh, de gele stop. Oh! Daar is hij zelf gestopt. Oh! Ik heb een drankje. En jij hebt een drankje. Wat is het? Nou, ja. Is het lekker? Ja, het is wel lekker, ja. Ja, hij nee, smaakt eigenlijk echt. Maar, ja? Hij smaakt precies naar tropical, maar wel lekker. Ja, je hebt zeg maar ook precies het tropical recept heb je gewoon erin gestopt. Weet je? Oké. Ja, dus, ik ben er tevreden mee. Ja, dat snap ik. Hé, hey, de gele stop zat verstopt, zeg maar. Ja. Die zorgde ervoor dat het zeg maar verstopt zat en zo. Dus ik heb je drankje gemaakt en ik kwam waarvoor. Ik ben helemaal tevreden. Dank je wel, meneer. Geen probleem. Fijne dag. Ik had wel een kaart. Ik heb ingebroken. Ik word heet het bespioneerd door die 2 mensen daar. Jongens, de gele stop zat dus blijkbaar in het putje waardoor verstopt zat, waar hij het ook over had. Dus nu kunnen we de tropical smaak kunnen we weer op gang brengen. In 1, 2, hoppakee. Kijk, daar gaat het. Rechts. De tropical smaak dekt ook weer, jongens. Dan kunnen jullie weer tropical kopen. Ja, mooi, hè? Dat Walnut gewoon de 300.000 abonnees heeft gehaald. Ben je ook geabonneerd?
Ja, goed zo. Gelukkig ben jij wel geabonneerd. Jongens, dan besefte ik me ineens nog iets. Ik was bezig met van alles en nog wat net. En ik denk, waar ga ik nou nog meer dingen vinden? Ik heb nog steeds geen diamondblok gevonden. Maar ik dacht, kijk nou, wat nou als ik daar doorheen kan zwemmen? En toen kon ik me iets herinneren wat ik aan het begin van de rondleiding te horen heb gekregen. Dat er een waterval is waar de original uitkomt. En dat is hier. Dus wat nou als wij tegen de stroming in gaan zwemmen? Hier omhoog gaan. Moet ik wel even goed opletten dat ik niet drink. Oh mijn god, anders komt echt de Sjaak in de chocoladefabriek tot zijn recht. Oh ja, ik moet wel doorzwemmen, jongens. Dat ik niet verdrink. Opschieten. Opschieten, ik mag niet verdrinken. Hallo! Let niet op mij. Oh jongens, ik ga... Oh nee, ik verdrink niet. Oh joh, ik verdrink helemaal niet. Er is niks aan de hand. Ik ben alleen benieuwd waar ik nou heen zwem. Hier naar beneden. Oh, kijk, we zijn hier. Kijk, we zijn bij de focusdrinkfontein. We zijn ook echt buiten. Het is echt Sjaak in de chocoladefabriek, dit jongens. Ik verwacht echt elk moment dat er een Oompa Loompaatje ergens verschijnt. 100%. Dan gaan we hier weer omhoog. Kijk, dan gaan we deze kant weer omhoog. Wat een zwemavontuur beleven we. Kijk, dan zwemmen we hier over de lobby heen en over de fabriek en zo. En deze ruimte hier, die ken ik niet. Dit ziet er nieuw uit voor mij. Oké. Okay. Dan nu zwemmen we over dit gedeelte van de fabriek. Helemaal prima. Wat is dit? Een deur, dat meen je. Er is een deur dicht. Nee. Waarom is er nou een deur dicht? Oh, hier, kijk, hier kan ik eruit, jongens. Oh, gelukkig. Ik dacht dat ik hier voor niks heen was gezommen. Maar waar zijn we beland? In een of andere parcoursruimte. Oké, okay, parcours. Dat kunnen we halen. Ik denk dat hierheen moet, zo. Boing. Nee. Hierheen? Parcours zo, hierheen. Nee, hè? Even denken. Waar moeten we heen parcouren? Daarheen. Ik zie het al, volgens mij. Zo, zo, zo. Ja, kijk, nu hebben we hem, jongens. Nu hebben we hem. Waar zijn we nu? Oh, meneer de bewaker! Hallo! Hiro! Links! Links boven je! Links! Ja, de man met de gekke neus ziet me al. Nou ja, hallo! Ik heb geen koekje voor je, sorry. Even denken hoor. Waar moet ik heen? Ik denk daarheen. En niet daarheen, toch? Kan ik deze sprong? Nee, deze sprong kan ik niet halen. Ik moet hierheen. Zo. Ja, dit ging fout. Jongens, soms lukt het parcours, maar soms lukt het parcours ook niet. Het is een beetje altijd de 50-50. Ja, kijk, nu lukt die wel. Dan springen we naar die ladder. Oh, dat ging net aan goed. We zijn er. Wacht, gelukkig. Laten we hier omhoog gaan. En dan... Oh, we zijn er nog niet. Ik dacht dat we er waren. Waar moeten wij heen? Daar moeten wij uiteindelijk heen. Dus nu springen we naar... De... Ik moest via... Ik... Daar waren die slimeblocks voor. Ik moet stuiteren. Oh, zonde. Maar nu weet ik het. Nu weet ik het. Niks aan de hand. Nu weet ik het. Gewoon simpel hierheen. Oké, we zijn er weer, jongens. En nu ga ik laten zien wat ik bedoelde. Je moet via de slimeblocks... Poing, en dan erop. Kijk, daar. We moesten stuiteren. Ik wilde in één keer springen, maar dan was het niet te halen. Dat was al te ver gegrepen. Dan hierheen. En dan gaan we niet het sprongetje maken. We gaan gewoon de kist openen. Een focushark. Kunnen we mee breken? Stripped, warped, hype. Wat zijn dat voor blokken? Warped. Oké, okay, weet je, allemaal moeilijke blokken waarvan ik niet eens weet hoe ze eruit zouden moeten zien. Maar die kunnen we meenemen. Dat gaan we dan ook meenemen. En dan kunnen we nu denk ik terugzwemmen. Zo, hierheen. Dat zijn niet deze blokken, toch? Wacht even hoor. Stripped, warped, hier, warped, warped, blok. En warped, nilium. Ik heb geen idee wat voor blokken dat zijn in Minecraft. Maar dat zal wel. Het is niet daar aan het einde, toch? Nee, ik denk dat ik gewoon deze ruimte hier moest zijn. En niet hier. Oké, laten we in ieder geval teruggaan. En dan kijken we wel wat we kunnen hakken hiermee. Maar ik denk dat we wel... Dat was een goede keuze dat we dit gedaan hebben. Dit was een hele goede keuze. Een focushark. Altijd handig om te hebben thuis, jongens. Een focushark. Ik wacht nog steeds tot ze die ook een keertje in de webshop verkopen. En hoppakee, dan zijn we hier nu beland. En even kijken hoor. Een focushark. Strip de warp. Dat zijn volgens mij deze blokken, toch? Volgens mij zijn dat deze blokken die ik hier kan hakken. Ja, kijk, de rest kan ik niet hakken, maar dit kan ik wel hakken. Dus dat zijn deze blokken. Dat betekent dat ik alles hiermee kan hakken. Maar hij heeft maar één durability. Dat betekent dat ik maar één dingetje ermee kan hakken. Maar ja, welke? Is de grote vraag. Hé, hey, een diamondblok! Oh, wacht, laten we dat eerst doen, jongens. Een diamondblok. Die is nieuw. Die was hier net nog niet. Dacht, dat betekent, die kan weg, dit boekje. Deze heb ik dan weer nodig. Ticket kan ook even weg. Of die ticket, het pasje. Start bij diamond blok. Loop vanaf hier 16 blokken naar de lopende band. En dat is die kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oké. Okay. 5 blokken naar rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is hier. Ga vervolgens 7 blokken in de richting van de grote boom. Dat is die kant op, denk ik, toch? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ga 8 blokken naar de kant waar je nog niet naartoe bent gelopen. Volgens mij die kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volg met 19 blokken het eiland... volg met 19 blokken het eiland over. Ik heb het denk ik fout gedaan, want ik sta niet op een eiland. volg met 19... Wacht, we gaan het even opnieuw doen, jongens.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik kom weer hieruit. Wacht, dan gaan we gewoon die kant op. Want ik denk, volgens mij is dit een eiland hier in het midden. Dan bedoelen ze het eiland. Oh, van water naar water het eiland over. Ik had het wel goed, jongens. We zaten goed. 19 blokken het eiland over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dat is hierop. Ga 7 blokken naar links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nog 1 blok richting de grote boom. Dat is daar. Dan kom je hierop uit. Zo. 1 blok naar rechts. Dat is deze. En na 7 blokken het water over vind je de eindbestemming aan je linkerzijde. Graaf hier de grond in voor. Een prijs. 7 blokken richting het, over het water. Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 blok naar links. Dat zou betekenen dat dit hier, dit blokje, mijn blokje moet zijn. We gaan het gewoon proberen. Ik ben een schatzoeker, jongens. Niet te geloven. Het is me gewoon gelukt. De oranje stop. We hebben hem. Alles behalve. Dit betekent dat we nu de mango limoen hebben. Oh, maar deze. Dat dit gewoon gewerkt heeft. Ik had echt verwacht dat mijn schatzoekkunst niet goed genoeg waren om dit te vinden. Maar we hebben hem. We hebben hem, jongens. De oranje stop. Laten we hem gelijk activeren. Laten we hem gelijk de mango limoen weer op gang brengen. Ik heb mango limoen. En dan hoef ik alleen nog maar de tropical. Ik bedoel alleen nog maar de forest fruit. Sorry. Oké, we zijn bijna weer up and running. Ja, we zijn bijna weer up and running inderdaad. En dan zou ik nooit meer aan die handle komen. Daar komt hij. Hoppakee. Kijk, daar gaat het, jongens. De mango limoen stroomt weer lekker binnen. Oh, nou, waar gaan we vinden wat ik nodig heb, jongens? Ik heb in ieder geval, wat we even gaan doen, is langs de vrachtwagen. Want ik had daar ladders voor op goudblokken gevonden. Dus als we dan goudblokken ergens vinden, weten we in ieder geval dat we de ladders ervoor hebben. En ik ben ook helemaal nog niet echt buiten geweest. Misschien dat ik buiten wel iets voor de forest fruit vind. Kijk, dan lopen we helemaal even naar de vrachtwagen toe. Wat is die fabriek trouwens mooi, hè, jongens? Wat ziet hij er goed uit, gewoon. Ik vind het echt geweldig. Kijk, lopen we even het hek uit hier. Zo. Hoppakee, gaan we hierheen. Dan hier. Kijk, ladders voor op gouden blokken. Gouden ladder. En die is leeg. Dus ik weet niet waar dat voor is, maar dat is in de toekomst waarschijnlijk heel handig. Dat gaan we nodig hebben, dat weet ik nu al. Maar waarvoor, dat weet ik nog niet. Misschien de fontein in. Zou dat iets zijn? Als ik een fontein in zou zwemmen? Nee, de fontein is niks. De fontein is pure sier gewoon. Oké, we zijn er. Gouden ladders. Dat moet ik waarschijnlijk gouden blokken vinden. Zijn die hier toevallig misschien? Nee, die zijn niet hier. Ook niet hier achter. Nee. Nee, vast alarm, het spijt me. Ik hoef niks. Ik kan wel even binnenkijken. Sorry. Elke keer als ik over dit ding loop, dan komen ze hier gewoon heen om te kijken. Kijk ik eens weer om. Sorry, nogmaals, sorry. Mijn fout, wederom. Even kijken hoor. Er lopen zoveel medewerkers ook hier. Laten we even kijken boven. Daar ben ik nog niet heel vaak geweest. Ik voel dat ik hier nog meer te doen heb. Ladders, gouden blokken. Hier zou kunnen. Nee, daar is hier niks te doen. Hierboven had ik die keycard. En voor de rest in deze ruimte hier was niet echt iets te doen. Oké, jongens, de forest fruit is nog het moeilijkste nieuwste smaak. En de lekkerste, naar mijn mening. Maar er is nog niks te vinden hier voor de forest fruit. Aan deze kant van de fabriek ben ik ook al geweest, maar er was niet heel veel te... Oh, kijk eens even, daar ben ik nog niet geweest. Daarboven, jongens. We moeten parcouren. We gaan over de pallets gaan we springen. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling is. Ook nu. Oh, wacht eens even. Ik denk, als we dan hier... Auw. Hierheen springen. Meneer, vinden we dit veilig? Ja, nee. Sorry. Enorm, het spijt me. Het spijt me enorm. Maar ik ga het wel nog een keer doen. Veilig is het niet, maar jullie fabriek moet weer werken. Dat is de enige manier dit. Laden en lossen. We willen de streak van 3 dagen wel hoog houden, hè? Ja, dat snap ik. Ik ga mijn best doen. Ik zorg dat er geen ongeluk gebeurt. Komt helemaal goed. Ik moet alleen even een manier zien te vinden hoe ik daar kan komen. Dat is niet via hier, blijkbaar. Dat is, auw. Dat is niet via... Kijk, want daar moet ik heen, jongens. Daarboven. En ik weet toevallig dat je daar ook... waarschijnlijk loopt dat hierheen, naar die route toe daar. Misschien moet ik de dolf nog een keer door. En kijken of hier ergens misschien die ladders van pas komen. Voor de rest zou ik niet weten wat ik hier allemaal nog meer kan doen. Kijk hier, daar moet ik zijn, daarboven. Dan kan je denk ik via die pallet zijn, maar dan moet ik helemaal parcouren. Alleen nogmaals, hoe kom ik daar? Oh, de gouden blokken, jongens, daar zijn ze! Oh, wat ben ik blij dat ik hier niet voor niks ben heen gelopen. Kijk, daar had ik die ladders dus voor nodig. En nu kunnen we die kant op parcouren. Even denken hoor, zo... Dan... Oeh, dit is wel een vers sprongetje, dit moet ik zeggen. Moet ik deze serieus allemaal halen? Oh, maar deze moet ik serieus allemaal halen. Oké, daar gaan we. Oh, nee, dat is... Oh, en ik land ook echt heel ongelukkig. Heel vervelend. Moet ik heel... Oh, dit is echt heel ongelukkig. Tussen al die pallets doorlopen. Oké, daar zijn we weer. Poging 2. Even kijken, hoor. Is het de bedoeling... Nee, deze sprong is wel heel ver gegrepen. Of ja, hoog gegrepen, hoe noem je het? Is het niet een makkelijkere manier om hier te komen? Een ladder of zo? Nee. Ik moet wel dus echt dit parcours
zien te halen. Oh, dit is wel echt, dit is wel heftig, dit. Dit vind ik wel heftig. Trouwens, ik kan ook gewoon vanaf hier. Dus misschien een iets makkelijker sprongje. Maar deze dan? Hoe moet ik dit zien te halen? Weet je hoe ver deze sprong is? Dit is 4 blokken. Dit is een behoorlijke sprong. Oké, maar we gaan hier springen. Want als we nou falen, dan hoeven we niet alles opnieuw te doen. Daar komt-ie. Oh, gelukkig, ik heb hem gehaald. Oké, niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Zo, hierheen. En dan zijn we er. En nu moet ik een heel raar... Oh, dit is heel moeilijk, dit. Via knopjes moet ik het zien te halen. Zo. Dan worden we eronder gestuurd. Nou, op zich, dit lukt wel. Gaan we hier de laatste stop vinden. De paarse stop, daar ligt hij. Oh, we hebben hem, jongens. We kunnen de fabriek redden. We kunnen de Focus Link fabriek redden. Onk, daar gaan we. Daar komt hij. Niemand die bij het grote moment... Nou, weet je, niemand wil bij het grote moment zijn. Daar gaan we, jongens. De Forest Fruit is hersteld. Daar gaat hij. De smaken doen het weer. Alles werkt weer. De fabriek is up and running. Oh, hey. We hebben hem gehaald. Hey, daar is iedereen. Is de map klaar? Hij is afgelopen. Dat was hem. Dat was hem. Ja. Wat was dit geweldig, jongens. Ik heb de Focus Drink fabriek gered. Ik heb alle smaken heb ik gewoon kunnen herstellen. Wat was dit geweldig. Ik denk dat dit oprecht een van jullie, als het niet de leukste map was, gewoon. Ik vond het zo, vooral omdat het zo, zeg maar, het is zo dicht bij thuis. Weet je, omdat Focus Drink natuurlijk ook in het echt is. Dat maakte het zo leuk. Gewoon dat alles zo, ik weet het niet. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt heel leuk. Hebben jullie nog wat een opmerking over jullie map? Of? Nee. Ja, was een leuke map te maken. Focus Drink. Dat is een hele goede opmerking. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te abonneren. Zeker na een video als dit zou het heel leuk zijn als jullie even lekker abonneren. En op die duimpje omhoog klikken. Op die duimpje omhoog. En laat even een reactie achter in de reacties voor deze mannen en vrouwen. Die hier gewoon echt hun leven en hun ziel gestopt hebben. In deze Focus Drink fabriek. Want dit is by far echt de leukste map die ik ooit gespeeld heb namens hun. Dus in ieder geval dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. En dan nu kijk lekker deze video. Dit is namelijk een andere Focus Drink video. Heb je die nog niet gezien, moet je hem zeker even kijken. Is ook een hele leuke video om gewoon eventjes te kijken. En dan nu spreek ik later, glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.